Op 4 oktober 2022 organiseert het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek haar jaarlijkse wetenschappelijke studiedag. En dit jaar is het thema herintroductie van bedreigde planten en diersoorten. Er komen heel wat interessante casussen aan bod op 4 oktober, maar wij kozen voor deze podcastreeks voor 3 soorten waarbij herintroductie of translocatie aan de orde is. In deze derde en laatste aflevering hoor je Koen van Keer. Koen is spinnenexpert en bestuurslid van Arabel, de Belgische Arachnologische Vereniging. Ik praat met hem over een van onze meest mysterieuze spinnensoorten, de lentevuurspin. Omdat ik Koen interview in juli, krijgen we de spin zelf niet meer te zien. Die zit in deze periode onder de grond, tot volgend voorjaar de mannetjes weer op pad gaan. We doen daarom het gesprek bij Koen thuis, in Antwerpen, en niet op locatie. Jammer, maar dat maakt het gesprek er niet minder interessant door. Oordeel zelf maar. Er is een groot verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes om te beginnen, dus van de lentevuurspin. De vrouwtjes zijn eerder onopvallend, maar toch heel mooi. Ze zijn heel fluweel van uiterlijk, zwart of donkergrijs, gespikkeld. Ze zijn ook een stuk groter dan de mannetjes, maar veel minder opvallend in die zin dat ze om te beginnen onder de grond leven. Dus ze leven in de grond eigenlijk, in een spinselbuis. En de mannetjes zijn donker tot ze volwassen zijn en bij hun laatste vervelling worden ze echt knalrood en met zwarte stippen. Dus dat maakt eigenlijk dat ze heel opvallend zijn. En ook gaan rondlopen in de zon op dat moment. Hè. Dus niet lang, het is maar van midden april tot midden mei dat ze eigenlijk rondlopen, die mannetjes. Maar daardoor zijn ze wel beroemd eigenlijk. Hè. Ze worden echt zo de mooiste spinnen van Europa genoemd. Dat is een kwestie van smaak, maar ja, ik denk dat ze daar toch wel ergens zitten. Ja. Ze zijn meer dan 100 jaar niet gezien geweest en dat heeft alles te maken met het feit dat ze dus op een korte periode actief zijn. Maar binnen die korte periode, binnen die maand, moet het echt nog warm zijn. Het moet dus 20 graden zijn, de zon moet schijnen, mag niet te veel wind zijn. En dan zie je dus die mannetjes rondlopen. Ze zijn ongelooflijk kieskeurig, dat zal nog blijken waarschijnlijk ook in de rest van het gesprek. Over die kieskeurigheid, daar hebben we het later nog over. Maar ik wil vooral graag weten van Koen of er nog andere soorten vuurspinnen bestaan, in België of in Europa. In Europa zijn er een 5 à 7-tal, ik weet niet van buiten. Maar in België en Vlaanderen is er 1 soort zeker vastgesteld, maar waarschijnlijk 2. En dat is een beetje een mysterie nog, hè. Dus we hebben de herfstvuurspin. Maar toen ik in 2009 de lentevuurspin ontdekte, hè, dat was toen groot nieuws in de zin van, dat was een herontdekking blijkbaar. Hè. Iedereen zei van oké, die is in 1896 voor het laatst gevonden door Leon Becker. Maar dat blijkt niet te kloppen. Dus de spin die Becker gevonden heeft in Genk is waarschijnlijk een herfstvuurspin. En Becker heeft die ook zo benoemd. Nee, maar achteraf dachten mensen dan dat ze het beter wisten. Dachten, jongen, dat is waarschijnlijk de lentevuurspin. Maar als we naar de tekeningen gaan kijken, want Becker was een amateurschilder, heeft er een mooie afbeelding van gemaakt, dan blijkt daar een aantal kenmerken van, zeg maar, echt het uiterlijk van de herfstvuurspin te hebben. En ik ben trouwens niet de enige die denkt dat dat effectief een herfstvuurspin was. Om te beginnen zegt Becker dat die spin in het najaar actief is. Dus dat klopt al helemaal niet met de lentevuurspin. De zwarte punten op het achterlijf van het mannetje, daar is een witte rand rond bij de herfstvuurspin, bij de lentevuurspin nooit. Het voorlaatste potenpaar is oranje, dat is ook niet zo bij de lentevuurspin. Enfin, dus eigenlijk is het heel duidelijk dat dat de herfstvuurspin was. En dus de ontdekking van de lentevuurspin was gewoon een eerste keer in België. De ontdekking van de lentevuurspin in 2009 was op zijn minst een memorabel moment te noemen. Tot die tijd werd de spin wel eens het Belgische monster van Loch Ness genoemd. Sommigen beweren de spin te hebben gezien, maar niemand kon dat met harde bewijzen aantonen. Maar dat veranderde in Lommel op 20 mei 2009.
Ja, maar in alle eerlijkheid is het eigenlijk mijn broer die ze gevonden heeft. Dus wij zijn alle twee spinnenliefhebbers. Ik had wel een zoektocht georganiseerd, omdat ik een bericht gekregen had van iemand die zei van daar zitten, ik weet niet hoeveel spinnetjes, mannetjes van de lentevuurspin. En ik dacht, dat kan toch niet, die spin, hè? Die is zo zeldzaam, die is hier nog nooit gevonden. En dan zijn we een zoektocht begonnen, zijn we dus echt met vier mensen een aantal keer naar die omgeving geweest. Heel intensief gezocht, niks gevonden. En de laatste dag, als we dachten, oké, we gaan het opgeven, en we met vieren verzameld stonden rond een punt om te zeggen van, oké, dan gaan we nog iets drinken, want we stoppen ermee. Kijkt mijn broer dus naar de grond en ziet hij daar een mannetje van de lentevuurspin zitten. Dus dat was hallucinant eigenlijk. En dan moet je weten dat hij eigenlijk nooit geloofde in het feit dat we die gingen vinden. Dus die was dan de hele tijd tegen mij bezig van, oh nee, dat is hier veel te hard veranderd en dat beest heeft hier nooit gezeten, die meneer heeft zich vergist. Enfin, hij was de hele tijd argumenten aan het verzinnen. En ik was degene die er wel in geloofde, maar hij is degene die het eerste exemplaar gevonden heeft. De lentevuurspin is dus in België gevonden door, laten we zeggen, de broers van Keer. Voor wat de herfstvuurspin betreft, zijn er sterke vermoedens dat die ook bij ons voorkomt, maar tot nu toe zijn daar geen harde bewijzen van. Wanneer ik online informatie opzoek over beide spinnensoorten, dan krijg ik te lezen dat ze horen tot de familie van de fluweelspinnen. Maar dat blijkt niet helemaal te kloppen, zegt Koen. Ja, dat is een echt aparte familie. Hè. Dus, de officiële Nederlandse naam is eigenlijk koepelspinnen. Hè. Dus, ze worden vaak fluweelspinnen genoemd enzovoort. Maar eigenlijk zijn het koepelspinnen. En dat heeft te maken met de koepel die ze maken boven dat gaatje, dat verticale gaatje van 10 centimeter diep. Dat is koepelvormig, een webje daarboven. Koen vond de lentevuurspin in Lommel. En het was meteen goed raak, want na de eerste vondst gingen lokale natuurbeschermers op pad en ze vonden niet één, maar meteen een heleboel spinnen en webjes per vierkante meter. Kortom, er werd een superkolonie aangetroffen. En dat was op zijn minst bijzonder, want de lentevuurspin is zeldzaam. Niet alleen bij ons in Vlaanderen, maar ook in andere delen van Europa. En wanneer ik online informatie ga zoeken, dan lees ik dat de lentevuurspin een voorkeur heeft voor heideterreinen en stuifduinen. Maar stemt dat wel overeen met de vindplaats in Lommel? Ja, om te beginnen, die beschrijving uit de literatuur, om zo te zeggen, wat het typische biotoop is, dat moet toch genuanceerd worden, want er wordt inderdaad gezegd stuifduinen, heide enzovoort. Maar als je gaat kijken naar de superlocatie, ik zou ze zo noemen, die er geweest is in Lommel, dan stond daar bijna geen heide. Dus dat was bijna allemaal pijpenstrootje, dus grassen, graspollen met open plekken. En geen stuifduin. De superpopulatie is dat niet in het typische biotoop. Maar we vinden ze ook wel in, inderdaad, die andere habitat die je beschrijft. En bijvoorbeeld in Engeland, waar ze op een bepaald moment nog één populatie overhielden, die zitten zo echt in dat supertypische biotoop volgens de boekjes. Maar waarom dan werd de soort precies gevonden in Lommel? Wat biedt het terrein daar voor de lentevuurspin dat andere terreinen in Vlaanderen niet of in elk geval veel minder bieden? Want laat ons eerlijk zijn, pijpenstrootje komt toch wel op meer plaatsen voor? Ja, dat is een samenloop van omstandigheden geweest. Hè. En wat daar typisch was aan die locatie, en dat klinkt waarschijnlijk een beetje ironisch, dat was een oude munitiefabriek, werd dus munitie gemaakt. De grond was vervuild met zware metalen. En je kreeg daar dus geen bomenopslag. Hè, waardoor je dus eigenlijk dat perfecte structuur van voor die lentevuurspin krijgt. Lage vegetatie met open plekken. En zoals ik zei, die is echt gedurende tientallen jaren, ik denk dat er 90 of 100 jaar eigenlijk geen beweging geweest is op die plaats. Dus mensen mochten daar niet komen, omwille van de voorgeschiedenis. Was helemaal afgerasterd. En dan heeft die spin zich daar ongelooflijk kunnen ontwikkelen. Uiteraard in combinatie met de prooien die er zaten. Dat waren gewoon ideale omstandigheden eigenlijk daar. Het gebied in Lommel bleek perfect voor de kieskeurige lentevuurspin. Maar dat de spin ondanks deze ideale omstandigheden toch nog altijd zeldzaam is, heeft ook te maken met iets dat deze soort onder de spinnen vrij uniek maakt.
Nu, de reden waarom dat ze niet op heel veel andere plaatsen zit, dat heeft te maken met die spin zelf. Hè. Wat dat we weten is dat die spin vroeger heel waarschijnlijk op veel plaatsen gezeten heeft. Maar zoals je weet, ja, Vlaanderen is enorm versnipperd geraakt. En die spin heeft eigenlijk een ongelooflijk drama. Dat is dat die zich niet met de wind kan verplaatsen. Tegenstelling tot heel veel andere spinnensoorten, dus als die jong zijn, die komen uit het ei, die gaan op een grasprietje zitten, die vangen wind en die laten zich meeslepen met de wind. Bij de lentevuurspin lukt dat dus niet, die doet dat niet. Waardoor dat je eigenlijk een beetje een pervers effect krijgt, namelijk als die ergens zit en die verdwijnt daar om een of andere reden, dan kan die nooit terugkomen. Ook niet als dat biotoop terug geschikt is. En dus je zit echt in een uitdoofscenario voor die soort. En dus de plaatsen waar ze nu nog van nature zit, dat zijn echt plaatsen die gedurende honderden en waarschijnlijk zelfs bijna duizenden jaar niet veranderd zijn. Dus dat zijn echt relicten, relictpopulaties. Dat de spin zich niet met de wind kan verplaatsen aan een zijden draadje en dus niet aan zogenaamde ballooning doet, zoals veel andere spinnen dat doen, wel... Dat is het gevolg van de unieke leefwijze van de lentevuurspin, zegt Koen. Het feit dat ze zich niet via de wind verplaatsen, heeft ook alles te maken door het feit dat ze een beetje te veel verwend worden door hun mama. Het is te zeggen, dus de lentevuurspin, de vrouwtjes, zijn heel goede moeders. Die gaan bijvoorbeeld om te begingen, als ze dus een eikenkom leggen, gaan ze die eikenkom naar boven brengen als de zon schijnt. Hè. Dus ze gaan die werkelijk zo naar boven brengen in dat gaatje, gaan die in de zon laten opwarmen, dus uitbroeden eigenlijk. Dat is een eerste ding dat ze doen. Een tweede is dat als die kleintjes uitgekomen zijn, gaat die moeder, wanneer ze gegeten heeft, gaat ze dat voedsel opgeven aan die kleintjes. Dus ze gaat dat overgeven, die kleintjes gaan ervan eten. Dus dat is ook al uniek bij spinnen, dat de moeder de jongen voedert uit de mond, hè, zoals vogels dat doen eigenlijk. En in een laatste instantie gaat ze zichzelf opofferen aan haar jongen. Dus ze gaat zichzelf laten opeten door haar jongen. Waardoor natuurlijk die jongen, na heel dat verhaal, heel goed doorvoed zijn. Die zijn eigenlijk al redelijk groot, wat een voordeel is, ecologisch gesproken. Dat wil zeggen dat er minder predatoren hun al kunnen vangen. Maar die komen al redelijk dik en groot uit dat moederlijk hol gekropen, om het zo te zeggen. En dus, die zijn gewoon te groot geworden om zich met de wind te laten meeslepen. Die hebben ook heel korte pootjes, dus ze kunnen ook niet veel wind vangen met die poten enzovoort. Dus eigenlijk, dat is de ironie. Hè. Dus ze krijgen een goede start mee in het leven, maar ze kunnen zich gewoon niet ver verspreiden. Wat dus ook als gevolg heeft, dat als je die spin haar biotoop of haar areaal natuurlijk wil laten uitbreiden, dat dat alleen maar kan via geschikte habitat. Dus dat kan niet door een corridorje te plaatsen waar dat ze dan weiland hebben. Dat gaat dus niet. Ze moeten werkelijk heel de tijd geschikte habitat hebben. De lentevuurspin blijkt een zeer zeldzame en weinig mobiele soort te zijn, die ook nog eens perfect geschikt habitat nodig heeft. Ik vermoed daarom dat de locatie in Lommel, waar de spin vandaag nog voorkomt, goed beschermd wordt. Maar hoe gebeurt die bescherming precies? Eigenlijk is het vrij beperkt, hè, de beschermingsmaatregelen voor de lentevuurspin momenteel. Om te beginnen, omdat de superpopulatie gelegen was... In industriegebied, hè. Dus bestemd volgens het gewestplan als industrie. En daar zijn we dus ja, een lange onderhandelingsprocedure moeten beginnen om daar toch een stukje van te kunnen kopen, om dan als natuurgebied te beschermen. Hè. Dus dat is zeker een vast waardevolle maatregel geweest, een strook eigenlijk in dat gebied te beschermen voor die spin. Wat er ook gebeurt is hier en daar een beetje... Ja, beheermaatregelen, bijvoorbeeld dennenopslag die gebeurt, wegnemen. Maar dat blijft redelijk beperkt, toch wel. En eigenlijk stellen we vast dat op een aantal plaatsen waar de spin nog zit en waar ze dus niet beschermd is, wat nog altijd industriegebied is, dat we daar echt altijd ad hoc gaan en heel paniekerig moeten gaan reageren van het moment dat we weten dat daar een industriebedrijf zich gaat vestigen eigenlijk. Hè. Dus dan moeten wij echt alle hens aan dek om terug een translocatie te gaan organiseren. Over de translocatie van de lentevuurspin, of de spin in veiligheid brengen door ze over te brengen van gebied A naar gebied B, daar wil ik het nu nog even niet over hebben. Want dat boeiende verhaal brengt Koen zelf op 4 oktober. Maar waar ik het wel met Koen over wil hebben, is het feit dat er eind mei van dit jaar,
volledig onverwacht, een nieuwe populatie lentevuurspinnen werd gevonden in Genk. Ja, dat was een verrassing, zeker en vast. Nu, we vermoeden wel dat er nog een paar plaatsjes zijn waar die spin zich heeft kunnen handhaven. Hè. Maar ja, er zijn toch heel veel mensen op pad, heel veel mensen die uiteindelijk ook wel oog hebben voor natuur. Dat mannetje valt echt ongelooflijk op, dus dat zegt toch wel veel dat dat bijna niet gebeurt, hè. Dus dat bijna nooit gevonden wordt. Maar dus inderdaad, onlangs is een werknemer van de gemeente Genk, van stad Genk moet ik zeggen, heeft dus een lopend mannetje van de lentevuurspin gevonden in een natuur- en heidegebied daar in het Genkse. De gelukkige die de spin vond was Riek Brijs, een werknemer van het Heempark, het Milieu- en Natuurcentrum in Genk. Hij inspecteerde met een collega een heideterrein van de stad en zag plots het kleine rode spinnetje kruipen. En eerst dacht hij, dat kan niet. Maar toen het toch de lentevuurspin bleek te zijn, voelde dat alsof hij de lotto had gewonnen. Alleen, hoe zit het met de bescherming van de spin in Genk op die nieuw ontdekte locatie? Gelukkig is dat natuurgebied. Dus dat geluk hebben we daar natuurlijk. Want als het weer de pech had dat het iets was dat mogelijk ging verdwijnen, dan zaten we weer met de hand in het haar. Nu hebben we het geluk dat dat beschermd gebied is. En dus uiteraard, de stad Genk is nu op de hoogte en is ook heel bereid om die spin daar te blijven behouden. Dus we maken afspraken nu. Het is een beheerplan dat goedgekeurd wordt. En ik zal eigenlijk altijd geraadpleegd worden als er beheermaatregelen worden voorgesteld. Dan gaan wij kijken ter plaatse, gaan we zien van ja, welke zone is dat, zitten daar spinnen? Want bijvoorbeeld shopperen of iets dergelijks zijn beheermaatregelen, die zijn altijd nefast voor die spinnen. Dus als die daar gevestigd is, dan ga je die dus gewoon uitmoorden, om het zo te zeggen. Wat je wel kan doen, is rond die populaties, hè, waar ze dus niet zitten, zorgen dat dat geschikte habitat wordt en dat ze zich dan kunnen uitgaan breiden. Behouden of creëren van geschikt habitat is van bijzonder groot belang voor de populaties lentevuurspinnen die er nu vandaag nog zijn. Want de spin is met uitsterven bedreigd en bepaalde ingrepen kunnen enorm veel impact hebben. Toen in 2017 een deel van de grond in Lommel werd afgegraven voor het plaatsen van een zonnepanelenpark, ging de laag verloren waarin de spin haar nesten maakt. Meer dan 90% van de Lommelse lentevuurspinnenpopulatie is op die manier verloren gegaan. Wat je dus online kan vinden, dat in Lommel het grootste aantal lentevuurspinnen leeft van Europa, klopt daardoor helaas niet meer. Op een andere, beschermde plaats in Lommel leeft wel nog een kleinere en gezonde groep lentevuurspinnen. Maar de exacte locatie daarvan wordt, om begrijpelijke redenen, geheim gehouden. Het is een heel populaire spin, dus er zijn heel veel natuurfotografen die dat op hun lijstje zetten. Op zich kan je zeggen van oké, dat veroorzaakt niet zoveel schade, maar we hebben toch echt al groepen gezien en zo, en als die echt daar zitten te kruipen op die plaatsen waar die spinnen hun kolonie hebben, dan is dat toch echt geen goede zaak. Dus dat houden we toch een beetje geheim. Hetzelfde eigenlijk voor Genk, dus de plaats waar ze daar gevonden is, hebben we ook bewust niet gezegd waar het juist is. Maar de lentevuurspin is echt zeldzaam en echt met uitsterven bedreigd. Je mag dat echt letterlijk nemen. Dus als die populaties, als er een paar populaties verdwijnen, wat een beetje ook de vrees is hier in België, hè, we staan er niet goed voor. Dat is een enorme klap voor die soort. Ja. Dat is reëel. De lentevuurspin is momenteel met uitsterven bedreigd. En toch staat ze niet op de rode lijst. Simpelweg omdat er in Vlaanderen geen actuele en gevalideerde rode lijst voor spinnen is. Onder andere daardoor komt de lentevuurspin niet officieel in aanmerking voor een soortbeschermingsprogramma. Maar ze is wel een beleidsrelevante soort. Dat betekent dat gegevens over de lentevuurspin kunnen worden doorgegeven en dat er, wanneer en waar nodig, kan worden ingegrepen om de spin te beschermen en te verplaatsen. Elk jaar bekijken experts en vrijwilligers daarom hoe de lentevuurspin ervoor staat. Ze gaan bijvoorbeeld op zoek naar nesten en webjes. Maar om die te vinden,
is het betere zoekwerk vereist. Je maakt een heel speciaal webje, hè? Dus dat is een soort, dus een klein tapijtje dat boven dat hol gespannen wordt. En dat wordt bekleed met kribbelate draden. Dus dat zijn eigenlijk een soort wollige draden die een velcro-effect krijgen. Dus als daar een insect, zoals bijvoorbeeld een sprinkhaan, die wel regelmatig eens een slachtoffer wordt, met die stekels die op die poten zitten en die haakjes aan die poten van die sprinkhanen, blijft die eigenlijk gewoon hangen in dat webje. En dan komt die spin uit haar hol gekropen, grijpt die vast en trekt die mee naar binnen. Maar eigenlijk eet ze alles wat ze kan krijgen, maar meestal zijn het uiteraard terrestrische ongewervelden. En wat natuurlijk voor de volwassen dieren een topper is, dat zijn de driehoornmestkevers, hè, die heel vaak in hetzelfde habitat leven. En die zie je dan, de skeletten daarvan zie je dan eigenlijk ook vaak wel op dat webje liggen. En dat is wel een indicatie om het te vinden, want voor de rest is dat webje verschrikkelijk moeilijk te vinden. We volgen de populatie op jaarlijks met meetnettellingen. En dat is eigenlijk toch wel een specialisme. Hè. Dus je moet echt mensen hebben die echt goed weten waar ze naar aan het zoeken zijn. En dat is dan dat is een klein webje, ik zeg het, dat is, laat ons zeggen, 4-5 vierkante centimeter groot, bekleed met stukjes plantenresten. Ligt er af en toe inderdaad ook nog wel eens een lijkje op van een kever, als je geluk hebt. Maar je moet echt op je handen en je knieën door de vegetatie kruipen. En zeker als het gaat over de juveniele exemplaren, dat is echt verschrikkelijk moeilijk. De lentevuurspin vinden is bijzonder moeilijk. De soort beschermen blijkt ook niet altijd zo evident te zijn. En Koen gelooft daarom sterk in translocaties. Het is een kwestie van je eieren in meerdere manden te leggen, zo zegt hij. En hij kijkt op naar Engeland, waar ze maar liefst 17 translocaties van de lentevuurspin hebben uitgevoerd. Daarover, maar ook over translocaties bij ons en de concrete samenwerking met boswachters daarbij, hoor je alles tijdens onze studiedag van 4 oktober. Alle informatie daarover vind je op www.inbo.be. De boodschap van Koen voor de luisteraars van deze podcast is alvast de volgende. Hou je ogen goed open volgend jaar, van midden april tot midden mei, zeker als je ergens tussen Genk en Lommel woont of daar vaak in een natuurgebied wandelt. Ze zijn niet groot, hè. Ze zijn ongeveer een centimeter groot, hè. Dus van lichaam. We drukken de lengte van spinnen altijd uit, van de kop tot het uiteinde van het achterlijf. De poten niet meegerekend, maar het blijft dus een vrij klein diertje natuurlijk. Hè. Maar als je een beetje, als je naar de grond kijkt, zal het zo zeggen, en het beweegt uiteraard, het zit nooit stil zo'n mannetje, hè, dus dat is de hele tijd aan het lopen, dan valt het toch redelijk op, moet ik zeggen. Het is een ervaring hoor, dat kan ik u wel zeggen. Mensen die de spin zien lopen voor het eerst zo in levende lijf, die zijn altijd onder de indruk.